Ja, eigenlijk is het niet meer of minder dan het elke dag eigenlijk weer een beetje beter doen met elkaar. En daarover is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan. We hebben in ons kennismakingsprogramma een dag staan in het teken van spiegelen. Hoe ga je dus met elkaar om? Hoe spiegel je elkaar? Geef je elkaar complimenten? Maar geef je ook aan als iets misschien anders had gekund? We faciliteren dat met dag, week en maandstart, waarin ook het gesprek is van wat gaat goed en wat kan beter. En dat gaat over individuele doelstellingen, dat gaat over teamdoelstellingen. Dus elke dag kijken naar wat beter kan. Dat is wat we belangrijk vinden. Maar vooral ook wat gaat al goed en ook dat benoemen. Aan de slag gaan met jouw persoonlijke koers. Dus waar droom jij van? Wat zou jij willen realiseren? Welke stip zou jij binnen nu en 2-3 jaar op de horizon willen zetten? En hoe kunnen we jou daarin ook begeleiden als werkgever door dat mede mogelijk te maken? Dat is bij ons ingebed in het kennismakingsprogramma. Dus op de 4e dag, na ongeveer 1 jaar dat je in dienst bent, gaan mensen aan de slag met hun persoonlijke koers. En het is eigenlijk prachtig om te zien dat alles wat je aandacht geeft groeit. Zo verschijnt er binnenkort van een collega een dichtbundel. Die had dat als droom om haar gedichten uit te laten brengen. En het gaat gewoon gebeuren. Zelf heb ik een opleiding afgerond. Een andere collega heeft de Kilimanjaro beklommen met zijn dochter, wat een droom was. En ook best een prestatie. De vele bed and breakfast dromen die voorbij zijn gekomen, daarvan zijn er enkele ook echt gerealiseerd. Dus dat is prachtig dat je daarin zeg maar het verschil kunt maken en daarmee aan de slag gaan, zorgt ook dat je je werk bij Dela met plezier kunt blijven doen. De tip die ik eigenlijk zou willen meegeven mensen die aan de slag willen gaan, is dat je dicht blijft bij je eigen kern. Zoals wij kijken naar onze kernwaarden, betrokken, integer en ondernemend. Die hebben we eigenlijk helemaal tot in de haarvaten doorleefd en geïntegreerd in onze instrumenten. Dat is belangrijk. Dus dat het ook geen loze kreten zijn. Commitment at the top is super belangrijk. Eigenlijk heb je het ook over een cultuurprogramma om dat te laten welslagen. Betrek ook vooral mensen. Die zijn creatief, hebben ideeën, vinden het ook gewoon leuk om mee te denken. Dus er zit meer kennis in ze dan je misschien denkt.